juni van het jaar 2021. Het is een niet strak blauwe dag, maar het is mooi weer. Het weerbericht krijg je er altijd bij. Ik begin dan vaak zo. Misschien volgen jullie mij ook privé en heb je alles vaker iets gelezen, een berichtje van mij. Dan weet je ook dat dit een bijzondere dag voor mij is. 3 juni 1933 werd het leven geschonken aan twee bijzondere mensen, namelijk mijn ouders. En dan zeg je, 3 juni, samen, ja. Mijn ouders waren even oud en op dezelfde dag jarig. Nou, goedemorgen Ineke, goedemorgen Ellen. Hoi, gezellig dat jullie er zijn. Mijn ouders waren dus even oud en op dezelfde dag geboren. Dat hebben we heel vaak uit moeten leggen. En we hebben ook wel eens begrepen van de moeders, de oma's. Ze hadden allebei hele grote gezinnen. Dat ze uiteindelijk toch wel bepaald hadden dat mijn vader een paar uur ouder was. Dus nou, dat is het bijzondere van 3 juni. En nou, misschien maak ik er ook wel een bijzondere uitzending van. Dus ik zou zeggen, blijf tot het einde kijken, want wie weet komt er dan nog een leuke verrassing. Maar misschien kijk je dit berichtje niet live op Facebook en zie je het later op YouTube. Dan zou ik zeggen, reageer vooral ook. Je weet maar nooit wat daar nog gaat gebeuren. En als je kijkt, abonneer je dan eventjes, dan mis je geen berichtjes meer. Vorige week zijn we, goedemorgen Els. Ja, we zijn alweer met een gezellig stelletje samen. Helemaal leuk. Ik ga even de camera omzetten naar twee standjes. Oh, je zag nog net mijn kras. Ik ben aan het tuinen ook een beetje. Dat doe ik natuurlijk weer niet voorzichtig genoeg. Kijk, de nagels zijn nog steeds mooi. Je ziet dat ze al een beetje groeien. Ik heb geloof ik hele gezonde nagels. Maar hoe is het mogelijk? En dat hadden ze ook al gezegd. Als je er gewoon mee omgaat, dan moet het goed gaan. Dus, dat is dus ook zo. Dus ik kan met knappe nagels even in mijn break gaan. Het is namelijk zo dat ik vandaag live ben. Volgende week niet. Nee, ik neem even pauze. En misschien gaan we ook wel wat doen. Dat gaan jullie zien en misschien ook niet. En ik heb mijn blog en alles gevuld. Dus jullie zien even goed inspiratie voorbij komen. Ik heb op allerlei manieren al geprobeerd om dat handige hulpmiddel uit te zetten. Maar op de een of andere manier komt hij af en toe weer tevoorschijn. Dus dan is het volgens mij even bij jullie ook zwart. Dan hoor je hem in ieder geval niet. Misschien in die pauze dat ik daar ook nog eens achter kom hoe dat moet. Op mijn telefoon komt hij niet in beeld, maar op mijn iPad wel. De vrolijke viooltjes, daar gaan we mee aan de slag. Dus volgende week wel blogberichten, maar geen live. Dan weet je dat alvast. Vorige week zijn we leuk aan de slag geweest met de vrolijke viooltjes en dan vooral met de stempels. Toen heb ik deze kleurenkaart gemaakt. Ik heb al van een paar een berichtje, dat is die die ik niet ga benoemen, want dan komt die weer. Els zegt, oeps, wegwassen. Ja, ik ga er even pdf's van maken en dan zal ik het, ik hoop dat het vandaag lukt. Dan mag je me even mailen, dan kan ik toesturen. Maar het kan zijn dat het een weekje dus duurt voordat ik hem toestuur. Want ik ga er vandaag nog eentje maken. Deze heb ik vorige week gemaakt. Dus lees dan het berichtje van vorige week eventjes terug. Die staat in mijn blogbericht, staat de link daarin. Hoe we dit opbouwden. En dat is ook weer een filmpje geworden. Deze had ik al eerder gemaakt. Met allemaal kleine voorbeeldstukjes. Want er is ook dus van dat hele leuke viooltjespapier. Dit zijn de teksten van de stempels. En dit zijn wat voorbeeldjes. Dit is een combinatie van verschillende toepassingen en hier ook. En dan denk je, wees specifieker, dat ga ik zo doen. Ik ga zo daar meer over uitleggen. Wil je hem nakijken? Hij staat op pagina 28 en 29 van de mooie nieuwe jaarcatalogus, die net nieuw is. We hebben nog een heel jaar, dus je gaat hem absoluut nog veel vaker terug voorbij zien komen. Voor nu vind ik het gewoon handig om vooral veel basisdingetjes eventjes uit te leggen aan jullie. De stempels en de stansen.
En die catalogus kan je natuurlijk ook altijd al gebruiken, hè, voor allerlei inspiratie. En er staat op meerdere pagina's komt dat ook weer terug. Nou, zoals jullie weten organiseer ik het zo dat ik heb, die cases zijn gewoon geweldig. En dan heb ik aan de ene kant mijn stempels. En als ik ze niet helemaal goed schoonmaak, dan blijven ze niet zo goed plakken. Dus dat is altijd het idee. En aan de andere kant heb ik mijn stansen. Nou, waar ik mee wil beginnen, het zijn 21 stansen. Als het goed is. En dat leg ik zo uit. En dat is best veel. Dus in het begin heb je echt zoiets. Waar begin ik? En wat ga ik ermee doen? Maar ik wil jullie een tip geven. Ga ze opscheiden. Nou, de eerste tip is dat het hele kleine stansjes ertussen zitten. En dat het dus heel belangrijk is dat je goed kijkt dat je geen eentje verliest. Ik ben inmiddels al één heel klein steeltje kwijt. Ik merkte op een gegeven moment, plop, was het in mijn stofzuiger. En ik heb van de week even gekeken welke het was. Nou, ik ga die hele stofzuigerzak niet omver gooien voor alleen dat hele korte steeltje. Ik vraag me af of ik die überhaupt ooit een keer zal gebruiken. Maar wees er dus voorzichtig mee. Ik heb al meer verhalen daarover gehoord, helaas. Dan heb ik ze als het ware in twee groepen verdeeld. Die onderste, dat zijn de stansen waarmee je je gestempelde afdrukken uit kan stansen. Op jullie? Deze grote is om die grote viool uit te stansen. Ik ga het voorbeeldje er even bij. Ik ga het straks nog iets ermee doen ook hoor. Maar dit is eventjes gewoon de eerste uitleg. Deze dus. En eerst, op een gegeven moment zat ik ook naar deze te kijken. Ik denk, wat is dit nou weer? Maar dit is voor die blaadjes. Die heb ik echt in mijn handen gehad. Dat ik dacht, Dus je hebt voor de grote viool. Voor de kleine viool. Maar ik heb alvast wat voorbeeldjes gemaakt. Deze heb ik dus gestempeld. Op gewoon wit stempelpapier. Op basic white. En volgens die techniek van vorige week. En ik vind die blauwe gewoon heel erg mooi. En daarna heb ik ze dus uitgesneden. Dus daar is deze categorie voor. Ik ga daar straks daar ook nog wat mee doen. Maar het is belangrijk om dit alvast eventjes te doen. Dus misschien kan je in je systeem iets aanbrengen dat je zegt van, oh, dat zijn die. Die zijn dus los ook niet zo leuk, zeg maar. Het is leuker om die te stempelen en dan is het eerst stempelen en dan uitstansen. Deze serie, die heb je geen stempels bij nodig. Die ga je uitstansen en daar kan je van alles van maken. Nou, ik heb meer voorbereid, hè. Dat is dus die grote, dat is het bovenste bloemblaadje met het kroontje erop. Dit zit er één keer in. En die heb je, wil je het viooltje mooi opbouwen, twee keer nodig. Dus deze moet je altijd even extra uit het papier stansen. Dan is dit de onderkant van je viooltje. En ik weet of jullie dat kunnen zien, dat daar ook zo'n mooi relief in zit. Dat is lastig. Ik denk op de groene kan je het beste zien. Daar zie je het ook op. Dus dit is de basis van je viool. En dit is het randje er weer omheen. En die kan je dan dus, en dit is dan nog het kroontje erop. En die kan je dan dus zo opbouwen. Daar ga ik straks ook voorbeelden mee laten zien. Maar dit is gewoon het handigste om het zo eventjes te laten zien. Goedemorgen Inge. Gezellig dat je er ook bent. De rest ook allemaal. Ik heb iedereen gedag gezegd, volgens mij wel. Dus zo kan je hem opbouwen. En daar hoeft dus geen inkt aan bij te pas komen. Daar ga ik straks eventjes op terugkomen. Hè? Dus zo, dit is de viool. En dan heb je alleen dus één grote viool. Maar die gestempelde heb je een grote en een kleine. Dus je hebt verschillende formaten. Want deze is ook alweer nog groter dan die. Verschillende formaten. En zo heb je dus ook twee verschillende blaadjes. Een basisblaadje met ook weer mooi relief. En een laagje erover. En een nog grotere en eroverheen. En dan heb je dus nog zo'n leuk steeltje. Met ook weer twee bloemblaadjes. Die heb ik hier uitgewerkt. Dit is die andere bloem. Nou heb ik gezegd, er zijn twee categorieën. Eigenlijk zijn het er drie. Want ik vind deze en die
vind ik een beetje twijfelgevalletjes. Dus die heb ik bij allebei de rubrieken neergezet. Want die zou je, hij is wat dikker, maar ik denk dat het sommige misschien best wel eens een keer leuk is ertussen te doen. Die zou je als steeltje kunnen gebruiken als je een paar viooltjes bij elkaar hebt. En dat is ook met dit steeltje en dat bloemetje. Die zou je ook goed kunnen gebruiken voor alle twee. Dus daarom heb ik die ook nog daar geplakt. Nou, is dat zover duidelijk? Dus onthoud dat je twee categorieën hebt. Die waar geen inkt bij hoeft. En die waar je je stempelafdruk over hebt. Dan wordt het al een stuk duidelijker. Nou heb ik net gezegd, er hoeft geen inkt bij. Maar het kan wel. Wat ik hier gedaan heb, gewoon uit wit papier, heb ik een heleboel elementjes uitgestanst. Wit papier. Vervolgens ben ik het gaan kleuren. Met het blauw. En ik heb dat met... ik heb heel veel gestempeld al op dit papiertje. Nou ja, deze moet dichtbij. Leggen we hem eventjes hier. Kijk, deze is, dit is dus zo'n bloemblaadje. Er zit dus een mooi reliefje in. Dus uit wit papier. Dus ik ga nu niet erop stempelen, maar ik ga erop kleuren. En dat kan je met een dauwertje, met je rolletje, met een sponsje. Net wat je wil. Ga ik wat kleur aanbrengen. Ik wil ook wel dat er nog wat wit is, want anders had ik wel blauw papier kunnen nemen. En het mooie is natuurlijk dat je echt kleurnuances aan kan brengen. Kijk, ik heb deze al gemaakt, maar hier komt die daarnaast nog. Maar ik denk, nou, dan doe ik die ene er nog niet op. Kijk, en deze, dit was dus ook een wit randje. Die heb ik dan wat meer kleur gegeven. Je kan het hier al zien. Maar dan is het ook wel leuk om een stukje misschien echt wat donkerder te zetten. Dus dan gaan we er nog wat heftiger overheen. Nou, dan pak ik een beetje Tombow. Druppeltjes, hè. Dus niet daar duwen. Gewoon even met beleid. Even wachten tot die aan het begin zit. En het zijn halve druppeltjes bijna, hè, wat ik geef. Dus komt er alleen maar overal lijm uit. Die plak ik zo op het randje. Nou, dan pak ik mijn vouwbeen. Het moet even drogen natuurlijk. Dus dan pak ik ondertussen mijn dopje even dicht dan. En mijn inktkussen dicht. Ik bol hem een beetje op. Oh, ik zeg, ik heb allemaal kleine dimensions hier liggen, maar ook grote. Ik plak even een dimension op de achterkant. Dat heb ik bij die andere ook gedaan. Ik heb hem opgebouwd. Dus die heb ik wat witter gelaten. Ik heb hem wel opgeplakt, want dan kan je er ook nog wat leuk onder doen. En ja, speel een beetje ermee. Want zo is ieder viooltje weer anders. Kijk, en dan heb je dus deze stansen gebruikt, maar je hebt inkt later aangebracht. Dat is één. Ik heb hem al eerder laten zien, maar ik heb hem nog niet klaargelegd. Wat ook leuk is, is als je een mooi papier hebt wat in een bepaalde kleurlijn zit. En dat is deze kaart bijvoorbeeld. Ik heb gewoon heel veel uitgestanst. En ik moet eerlijk zeggen, op dat moment was Hester aan het stansen. Die was aan het draaien. Maar toen hadden we ons ook nog niet zo erg verdiept in die stansen. En toen hebben we ook die deeltjes die je eigenlijk eerst moet stempelen. Maar die heb ik nu gebruikt als vulling ertussen. Maar het leukste is om dan dus met die eerste groep, hè, deze bovenste groep, die vooral uit te stansen. En daar willekeurig, want het zijn allemaal viooltjes dan. Hele gekke kleuren. Maar ja, ik denk juist wel leuk.
Daarop voortbordurend wil ik jullie wat anders laten zien. En dan pak ik even een nieuw papier. En dan... Oh, dit is helemaal niet mijn gewone snijmachine. Oh, die ligt gewoon hier. Oh, dat is mijn oude snijmachine. Er is niks mis mee, hoor. Maar ik had even zoiets... waar is hij? Ik had gisteren eventjes een andere erbij nodig. Ik snij hem even door de midden, want anders past hij niet door mijn stansmachine. Wat ik nu wil gaan doen, is namelijk, ik wil, we kunnen straks, ga ik ook nog wat kleurtjes combineren. Maar ik ga nu zelf papier maken met inkt en dan met die stansen, dat de vorm alleen genoeg is, uitstansen. En toen dacht ik, hoe leuk is het om dat met Artistically Inked, met deze set te doen. Waar fantastische stansen bij zitten, maar die ik nog niet gebruikt heb. Ben ik nog niet aan toegekomen. En ik vind deze heel gaaf om daarmee papier te maken. Designpapier, zeg maar. En dan kan je even kijken wat je ongeveer nodig hebt voor één viool. Nou, je hebt... dus dan zou je het om... Als je een beetje economisch wilt doen, hè. Je hebt dit nodig... En die heb je twee keer nodig. En dan heb je dat hartje nog nodig. En we doen alles gewoon eventjes in die kleur dan natuurlijk. Dus wat je nodig hebt is zeg maar zo'n strook papier. Dan had ik dus ook dat in één uit kunnen stansen. En deze gaan we allemaal, voor dat stuk papier heb ik... Heb ik dingen nodig. Dus nou, een royaal stuk. Ik ga even door met die blauwe. Ik had eigenlijk de voorbeeldjes ook in die blauwe moeten doen. Dat is natuurlijk veel mooier geworden. Maar dan ben je weer zuinig. En denk, ach, die kleuren papier is ook nog zo mooi. Het zijn kleuren die eruit zijn gelopen. Maar nog steeds heel mooi zijn. Eigenlijk is het random wat kleur aanbrengen op papier. Waardoor je, denk ik... Het zit in mijn hoofd, ik heb deze nog niet uitgeprobeerd, heel artistiek papier gaan krijgen. Heb je deze stempel nou niet? Ja, geen probleem. Dan ga je gewoon kijken, of misschien ga je gewoon met je spons mooie motieven aanbrengen. Wat je hebt, wat erop lijkt. Een paar stempels over elkaar. We hebben allemaal wel van die achtergrondstempels. Ik wil ook een stukje dat het wat donkerder is, dus daar doe ik ze wat meer op elkaar. Misschien kan ik er ook wel eentje echt er nog eens een keer overheen doen. Kijken wat je dan krijgt. Een stukje nog zo. Kijk, dan is dat gedeelte wat donkerder. Zorg dus dat je genoeg hebt. Dus ik ga nog even door hier. Want misschien heb ik ook wel wat lichtere blaadjes nodig. Ik denk dat ik zo genoeg heb. Dus ik heb een beetje gemarmerd papier gemaakt. Nou, dat was een halve job, hè? Dus kijk gewoon wat je aan stempels hebt, waar je een beetje ook dit effect mee kan krijgen. Ik heb dat hier liggen, wat ik ook met dat randje gedaan heb. Van de week even een visite bij een vriendin. En die is niet zelf van het knutselen, maar die is wel van veel kaartjes sturen. Dus ik heb even een setje aan het maken met kaartjes. En daar heb ik die rand, die stempel heb ik gebruikt om een rand te stempelen. Met Quiet Meadow bloemen. Volgens mij is die wel leuk. Vinden jullie hem leuk? Moet iemand daar blij van? Kijk, het is voor blij. En... het is een ander idee, maar ik denk deze kan je weer voor van alles gebruiken. Voor blij en iets minder blij. Dus daar moet ik nog even een cadeautje van maken. Nou, dan ga ik mijn papier... wat zijn jullie rustig, zeg! Jullie zeggen helemaal niks. Misschien ook lekker druk bezig of in de tuin, weet ik veel. Ik ga ze...
deze mag wel een beetje lichter ook. Deze vind ik dan mooier op een wat donkerder gedeelte. Eigenlijk niet te veel nadenken. Daar ben ik niet zo goed in, hè? Niet nadenken helemaal, maar een beetje. Hou rekening mee dat ik straks dus inderdaad dat blaadje nog een keer moet doen. Deze mag ook weer wat donkerder gedeelte. Altijd leuk als ik dan zeg, jullie zeggen niks, dan reageren jullie wel. Hartstikke lief, dankjewel. Ja, leuk. Nou, ik heb ze mensen dus op die vorm aan het leggen. Dan pak ik even mijn machine erbij. Ik laat dit nu zien met de viooltjes, maar ook omdat ik... Heel veel klanten van mij hebben de viooltjes gekocht. En hij is nogal overweldigend. Maar deze techniek kan je natuurlijk ook met allerlei andere. Moet even voorzichtig doen. Ik heb ze vrij dicht bij elkaar liggen. Want anders dan gaan ze over elkaar heen. En daar moet je voor zorgen, hè, dat ze niet over elkaar heen gaan. Dan ga je stansen stuk. En dan flupt het wel eens weg. En doe ook iedere keer. Kijk, deze is dus mooi. Die is... Nog niet zo heel veel de bovenkant mee gesneden. En de onderkant, ik leg het nu eventjes hier neer, want hier gaan we het... Wen jezelf aan om iedere keer als je het gebruikt, ik blijf dat zeggen, eventjes om te draaien. Dan blijven ze zo vlak mogelijk. Nou, ik ga het hier eventjes uitpluppen allemaal. En dan doe ik hem gelijk nog een keertje. Kijk, dit is die lastige. Die blijft soms een beetje hangen. Want ik had gezegd, hè, er waren twee die ik twee keer moest doen. Ja, je kan natuurlijk ook wel eens een viooltje hebben die een beetje in de wind hebt gelegen. Die wat minder blaadjes heeft. Ik zie natuurlijk vooral de onderkant. Dus ik heb hem nu even omgedraaid. En dan doe ik die zo. En deze hier. Zo gek, want dan vragen mensen wel eens dan, hoe kom je daarop? Nou, op de gekste momenten. Ik denk dat ik dit vanmorgen vroeg of gisteravond laat bedacht heb. We hadden gisteravond weer een gezellige craftingavond. En nou ja, het was nog best warm. Johnny slaapt toch altijd vroeg, want die is natuurlijk heel vroeg op. Ik denk, weet je, ik ga alvast, want ik was gisteren eerder er niet... Doe ik al jaren, maar, zegt Els, weet ik niet. Vast een reactie ergens op, maar ik heb altijd natuurlijk een vertraging. Els, dus ik begrijp hem niet helemaal. Wie weet komt, valt hij straks het kwartje nog. Wat ik wou zeggen, was hoe ik dan op die idee kom. Nou, de gekste moment heb ik dan in de energie, oh ja, met dat papier. En was ik bezig van, om het zo te splitsen, dan werkt het goed. En ik ben dus best een avondmens, dat is soms wel lastig, als je partner dat niet is. Dat komt goed hoor. Dan denk ik, oh wacht even, maar als ik dat met dat combineer, dan krijg je denk ik een heel leuk effect. En misschien dat je nog weer rust erin krijgt als je het ook nog combineert met hetzelfde kleurtje papier. Want dat is natuurlijk het mooie van Stamping Up, dat je... Dat alles bij elkaar past. Ik ben ondertussen natuurlijk eventjes de dingen aan het splitsen. En kijken of ik ze allemaal weer heb. Belangrijk, hè? Tussendoor af en toe ook even tellen. Ervaring. Kijk, en dan gaan we even kijken hoe dat, wat er van gaat worden. Die. En dan die zo. Die komt hier zo. Oh, die platen omdraaien. Zit iemand tussen?
Ja. Ik moet er twee hebben, als in jullie zieken. Dat heb je dus ook wel eens. Zagen jullie het? Ik was deze kwijt, maar dan had ik hem de eerste keer was hij er dus niet uitgegaan. Dan heb ik hem dus, terwijl die andere er nog in zat, nog een keer gestanst. Maar dit blaadje moet je nog wel eens het kleine gedeelte even uitpluppen. Ja, dat noemen we uitpluppen, hè? Toch? En die gaat dan weer daarover. Die gaat daarover en zo. En kijk, dan laat ik dus ook zien wat ik net al zei. Ik ga hem ook nog opbouwen. Dat is die. Oh, die. Wat zeg ik? Zie ze niet. Het is echt wel veel. Waar is mijn karton? Ik ga op dat voorbeeldvel opbouwen, hè. Ja, en wat dan wel mooi is, is om hem toch een beetje op te bollen. Komt er een beetje leven. Ik denk dat ik het wel heel gaaf vind. En stel dat je nou zoiets hebt van, ja weet je, ik wil toch wat accent nog erbij aanbrengen. Dan kan je natuurlijk heel goed, en dat zou ik dan met een daubertje doen hoor, eerlijk gezegd. Een daubertje, stukje spons, iets. Langs die randen een beetje een accentje te geven. Het is dus niet een set dat je zegt, oh, ik maak even snel eventjes 20 viooltjes. Dat kan wel als je ze op die platen legt en dan een heel stel viooltjes in één uitstanst en draait. Er zit telkens iemand tussen. Ja, ik weet niet wat dat is. Wat je daarmee bedoelt, Els. Dus ik weet niet of dat in het bereik is of... Ik weet wel dat een hoop mensen nu met de tuin bezig zijn. Dus live kijken er misschien niet zoveel, maar wel op een ander moment. En dan is het ook super leuk als je eventjes een reactie achterlaat. Hè? Kijk, die komt daarop. Die ga ik alvast even vastplakken. Gewoon, ik zit er weer naast. Kleine druppeltjes lijm. Afgelopen zaterdag hebben we echt een hele leuke dag gehad. We hadden in een aparte groep een workshop. Een labelalbum maken. Volgende week gaan jullie ook wat foto's daarvan op mijn blog zien. En het was voor het eerst ook dat er een deel van de cursisten zat in mijn atelier mee te doen. En een andere grote groep die zat thuis mee te doen. En... ja, het was ontzettend leuk. Ze zijn hele mooie dingen gemaakt. En heel bijzonder ook dat je op deze manier, ja, dat komt dan ook door alle toestanden, op die manier dus nieuwe mogelijkheden ontdekt. Door een combinatie te doen. Wel het idee dat nu het atelier meer open kan. Dus ik ben bezig met de planning. Want ook al wordt het heel mooi weer... het is het niet constant en willen we evengoed natuurlijk leuke dingen doen. Dus er gaat absoluut ook weer een kerst in de zomer drive komen. En nog een aantal andere leuke dingen heb ik absoluut in de planning. En nu ben ik ook wel dat ik denk van ja, nu durf ik ook wel te gaan plannen. Dit is dus handig, maar dat kan je dus ook met een sponsje doen, hè. Maar zo ziet
die handen niet zo heel erg onder. Dat is ook wel lekker. Zo. Dat smalle randje, dat gaat dus op dat blaadje. Kijk, het is wat werk. Maar het resultaat is er wel naar dat je zoiets hebt van wauw. En al deze techniekjes kan je natuurlijk ook heel leuk combineren. Je kan hem ook eerst opplakken en dan zoiets hebben van nou, er moet nog wat bij. Het is wel leuk dat je wel kan zien dat het los is van elkaar. En misschien is het dan dus ook juist wel leuk om die binnenkant wat extra kleur te geven. Ja, Els zegt het duurt even, maar dan heb je ook wel wat. Ja, absoluut. Nou, je krijgt echt, ja, die set heet ook Artistically of zoiets, hè. Het is wel een hele artistiek viool geworden, hoor, zo. Voor degenen die nu kijken en die ook in de craftinggroep zitten. Ik ga na deze uitzending gelijk live, misschien twee tellen wachten, maar in de craftinggroep. Dat is mijn VIP groep voor mijn klanten. De leden van het tulpenteam en de klanten van de leden van het tulpenteam. En daarin doen we iedere maand een uitdaging. En dan geef ik een thema op. En dan is het dus echt heel leuk wat er allemaal voor reacties zijn en wat er voor mooie dingen gemaakt worden. En dan aan het begin van de maand ga ik een winnaar trekken. En dat doe ik gewoon random. Ik kan niet beoordelen wat het mooiste is. En deze maand was er een extra uitdaging, want we zaten aan bijna 20. En die keer hikten we er tegenaan. En ik had gezegd, als er nou wel 20 mensen meedoen, dan ga ik misschien wel twee prijsjes verloten. Want wat ik doe is dan gewoon heel simpel, maar een leuk klein pakje DSP met wat cardstock bijpassend verloot ik binnen de groep. En ik kan het vast verklappen, het worden dus twee pakketjes deze maand. Ik had gezegd 20 en die houden we er gewoon in. Dus als er 20 man meedoet, dan doe ik gewoon twee pakketjes. En dat is ook de bedoeling, hè? Dat iedereen lekker actief meedoet in zo'n groep. Niet alleen maar gluurt. Ik vind dat hij wel wat accenten nog zou mogen hebben. Maar verder is hij, ja, nu, ook omdat je natuurlijk dit allemaal daarnaast ziet. Als je dit weg, ik zal zo eens aftikken. Dan is het effect wel, ik vind hem wel heel gaaf. Dan is het wel... Komt het anders over? Oh, hier moeten wel die randjes. Nou ja, moeten. Ja, ik denk dat dat mooi is. Als die randjes nog even extra aanzet. Ik kan natuurlijk ook heel voorzichtig, maar het zijn allemaal puntjes, hè. Dus als ik hem op het kussen zet, gebeurt er niet zo heel veel. Even met een scherp puntje. Dat is altijd makkelijk. Dan kan er precies zo'n mini dimension. En één is genoeg. Het heeft niks te houden. En die komt dan hieronder in het bloemetje. Kijk, dus die heb ik op die onderste laag gedaan. En dan kan je het hartje er nog eventjes in plakken. En die ga ik echt nog eventjes wat extra kleur geven. Ja, en die kan je... Ik ga eerst eventjes een dimension in het midden plakken.
En dan ga ik gewoon die hartjes allemaal even over elkaar heen plakken. Er zit zo'n dingetje bij van 3. Ik denk dat ze natuurlijk ook wel weten dat het regelmatig voorkomt dat mensen eentje kwijtraken. Even met je met dat snotje, hè? Dan zet je hem er zo op. Nou, kijk, je moet dus niet die andere kleuren er zo naast zien, maar als je hem zo los, nou, dan heb je volgens mij wel een wauwbloem, toch? Dus het is iets meer werk. Je eigen papier even maken, kleuren en dan uitsnijden. Dus dat is dus met deze, deze groep van de stansen set. 2 groepen die je gelijk uit kan ponsen en die je eerst moet stempelen. Je moet ze eerst stempelen, maar er is voor die tweede groep is nog een andere mogelijkheid. Ik ga deze even opzij leggen. Deze ook. Want... Oh, ik heb de blaadjes niet gedaan. Het andere bloemetje niet. Oh, laat ik dat ook nog even doen. Ik vergeet even wat. Er ligt nog wat op mijn blaadje. Dan is dan een keuze of ik dan de onderkant of de bovenkant wat donkerder ga maken. Want ik vind het mooier als ze iets meer afsteken. Ik ga de onderkant wat donkerder maken. Even met mijn dabbertje eroverheen. Dus dan blijf je wel even goed nog die verschillende texturen zien. Van die stempelafdruk. Maar ik zorg wel dat er iets meer contrast is. Doe een beetje lijm op het bovenste blaadje. Die blaadjes kan je dus ook los heel mooi gebruiken, hè, omdat ze zo'n mooie textuur hebben. En die kan je natuurlijk ook weer bij heel veel andere sets dan gebruiken. Hè. Ik kan even kleiner doen, kan ik ze nog even eronder duwen. Dus ik heb het... het dichte blaadje heb ik eventjes wat extra kleur gegeven. Hier zit hij. Kijk, dan heb je zo'n blaadje dus. Nou, en dan doe ik hem eventjes hier zo eronder. Dat ga ik bij deze ook nog even doen. Dat is iets te veel, hè. Het is fantastisch, die nagels, maar ze zijn wel echt dikker. Ik moet echt wennen. Dan heb je ook wel wat, hè? Zo, dan doen we die hier. Dan heb ik ook nog zo'n schattig bloemetje. Het viooltje in de knop, zal ik maar zeggen. En dan ga ik daar ook, dat consequent, deze ietsje meer. Kleur geven. Dan komt... deze... op deze. Had ook met een bloeddotje, met een dimension gekund. En dan komt deze hier weer op. En dan is het jammer dat ik daar al wat geschreven heb. Maar ik kan hem ook deze kant op laten gaan. Dan doe ik eerst het losse bloemetje even vastzetten. Gewoon met een kleine dimension. En dan doe ik deze hier overheen.
heb dan dus eerst, dit zijn alweer twee laagjes, hè. Je moet echt van dichtbij zien hoor. En daar doe ik deze dan, het steeltje en het kapje eroverheen. Nou, dan moet natuurlijk een beetje, het is wel leuk als je hand tekort net even hier onder vandaan piept. Net even ertussenin. Zo. Dat is dus die andere. Nou, was het toch wel gaaf, hè? Dit was dus de basis om mee te gaan stempelen. Nou, toen wou ik net dit al gaan doen, maar toen zag ik dus dat ik nog een paar dingetjes vergeten was. En nu was het helemaal afvalletjes. Wat er dus ook bij deze set te koop is, is van dat ontzettend mooie. Het zijn 12x12 vellen, grote vellen. En die snij ik dan klein. Mooie vellen met al helemaal kant-en-klare viooltjes. Groep 1 waren we net mee aan de slag. Tenminste, ja, groep 1, groep 2. Ik haal het door elkaar heen. Maar de groep met de kant-en-klare. En nu pak ik deze erbij. Is gewoon een kwestie van kijken op dat papier van wat je uit kan snijden. Nou, die kan dus mooi daar. Doe ze niet te dicht op elkaar, hè, want dan lopen ze in de soep. Dan gaan je stansen over elkaar heen. Dus dan zou ik deze hier doen. Ik pak mijn machine er even bij. Ik leg hem hierop. En dan kan het handig zijn even een klein stukje tape te gebruiken. Want het is wel mooi als hij natuurlijk blijft zitten. Dan heb je er twee nodig als je er twee gaat doen. Als dat tape iets te veel plakt. En mijn mouw zit iets verder weg. Dus ik doe het nu even op mijn schouder. Dan plak ik het even daarop twee keer. Het plakt al niet echt goed. Maar het moet nog veel minder plakken. Want anders gaat je papier stuk. Dus even een paar keer op je kleding. Dan krijg je als het ware stof op. Washi tape kan ook. Maar het is ook verschillend de plakkracht van de een of de ander. Nou, dan leg je hem maar goed op. Dat is voor mij even lastig, omdat ik er niet helemaal boven kan. Zo, denk ik. Die. Boven kan kijken, wil ik dan zeggen. Hè? En die. Dan zit ik even diep na te denken of er nou meer dingen waren. Volgens mij niet. Als je uit het papier ook uit kon stansen. Dit kan in ieder geval. Ik draai hem erom. Tape je gewoon op mijn machine. Dus dat zijn die. En dan vroeg ik me af of je die blaadjes, ja, of je dat echt moet willen, weet ik ook niet. Maar dit is ook zo'n leuk stippeltje. Oh ja, die blaadjes kan je natuurlijk ook nog uitponsen volop. Dan leg ik deze alvast hier. Maar dat steelt je niet. Nee. En bloemetjes wel dus. Ik leg het weer allemaal op elkaar. En dan pak ik dit blad. En deze. Ja, wij kunnen ook allemaal heel mooi inkleuren en alles. Maar zo mooi. Nee, misschien anders, zeg je. Dus dat is de groep
Die kan je dus zelf stempelen. En je kan ze dus uit het kant-en-klare papier snijden. Om ze dan mooi uit te laten komen, vind ik het dan altijd wel mooi om ze even een beetje op te bullen. Ja, gelijk heb je, Els. Fijne dag. Doeg, doeg. Geniet van het mooie weer allemaal, hè. Ik zei het net al, ik ga dus ze even inscannen, deze vellen. En dan kunnen jullie ze als pdf, ik moet even kijken hoe ik dat er nou precies op zit. Nou, dat is een van de dingen waar ik dus mee bezig ben, omdat ik sommige dingen wat anders wil organiseren. Het is zo mooi als ik het goed kan organiseren, zodat ik vooral lekker leuke dingen maak. Om jullie te inspireren en dat de rest, nou ja, vanzelf gaat het niet, maar een beetje, dat zou wel leuk zijn. Dus de bovenste groep zijn vooral de stansen waarbij je de viooltjes op zich al zijn, de onderste of stempelen of uit het al voorgedrukte papier. Nou kan je natuurlijk ook, ik heb hier nog wat voorbeeldjes liggen, dus dat is misschien ook handig. Uit allerlei verschillende kleurtjes papier iets stansen en dan die opbouw maken. Ik ga even kijken wat ik hier heb liggen. Nou, dat vind ik niet mooi bij elkaar. Nee. Dus dat ga ik niet doen. Het zijn ook restjes van een ander project. Maar wat ik wel nog even wilde doen is, ik heb hier dat papier gecreëerd. Of is het genoeg zo? Ja, nee, het is genoeg zo, denk ik. Ik moest even denken. Ik denk dat jullie een heel eind goed uit de voeten kunnen om op deze manier aan de slag te gaan. Heb je nou vragen of loop je nog tegen dingen aan? Schroom niet om mij even te contacten. Natuurlijk ga ik er ook verder weer mee spelen. En ik ga er ook weer andere mogelijkheden mee zien. En dan komt er weer een vervolgje erop. Ik ga denk ik er ook nog eentje maken met het... ik weet niet of ik dat hier in de buurt heb liggen. Wat artistiek is snel. Ik zit vreselijk te murmelen, maar ik zoek bepaald papier. Oh, 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 ik kan hem ook even naar me toe halen. Dat is handig. Ik heb hier mijn papier in van die mapjes georganiseerd. Ik kan het even laten zien, want ik had hier zo'n rekje over. En dan staat het precies naast mijn rekjes met inktjes. Die is ook mooi, maar die bedoelde ik niet. Ik bedoelde eigenlijk het papier wat bij die set hoort. Dus als je die stempels niet wil kopen, maar wel dat mooie papier. Maar dat heb ik even verstopt, denk ik. Of dat heb ik nog niet voor mezelf klaargelegd. Even kijken of ik het zo bij de hand heb. Voorraad wil ik.
Ja, Ellen zegt, het is ook leuk voor jezelf om zo'n overzichtje te maken. Ja, absoluut. Ja, ik heb hem ook in mijn atelier hangen. En het is gewoon handig om ook weer te denken van, oh ja, dat kan ik ook weer nog meer ermee. Ik bedoelde dit papier, dat staat bij die stempelset. Kijk, hier heb ik het. Ik heb natuurlijk net van dat papier gemaakt. Maar dat is dus ook deels kant-en-klaar te koop. En dan kan je ook hier ze uitsnijden. Dus dat wilde ik. Ik ga hem gewoon toch nog eventjes doen. Want anders komt het straks. Maar ik maak altijd van het halve pak snij ik alvast kleine stukjes. Snij ik ze in 6x6'jes. Dus ik ga even kijken. En er zit. Dus aan sommige kanten zit er ook van dat mooie goud er doorheen. Oh ja, dan moet ik een keus maken. Ik denk dat ik deze wel heel gaaf vind. Ja. Dus, al dus. Om even allerlei verschillende mogelijkheden. En er is ook nog een leuke andere manier. Die ga ik wel eventjes doen om het bloemetje te maken. Dat is die. Oh, het is misschien wel leuk om een combinatie te maken van die groene. Als ik nou twee vellen tegelijk wil doen, dan doe ik het dus zo. Kijk, je hoeft dus niet altijd ook. Die heb ik. Oh, die kan erbij. Moet ik nog even kijken. Die, zo. En de blaadjes. En het hartje. Je hoeft ze dus niet altijd zo in hele dingen te doen. Wat ik nu doe met mijn stansen, stel dat je helemaal geen stansen hebt of zo, dat zijn ook ideetjes wat je natuurlijk weer kan doen met je bloemetjes als je een pons hebt. Voor mij zijn sommige dingen zo automatisch, maar misschien niet voor iedereen, dus dan benoem ik het wel maar even. En als je zegt, nou, dan kan ik het zelf ook wel bedenken. Ja, nou, gelukkig. We hebben natuurlijk ook, we maken hier gewoon zo'n nieuwe mutanten, hè. Oeh, wel zorgen, zag je dat? Nog net voordat ik ging draaien, zag ik dat hij verschoven was. Kijk, net zoals dat je van virussen mutanten krijgt, kan je dat nu ook van viooltjes. We gaan gewoon een andere variëteit doen. Wat ik dan dus doe, dan heb ik nu dus dit pakje aangesproken. En dat bewaar ik dan zo bij elkaar. Want ja, de ene keer gebruik ik veel papiertjes eruit en de andere keer wat minder. Maar zo hou ik het wel bij elkaar. Deze zijn gebruikt. Hier ligt nog een hartje. Soms gaat hij er niet in één uit. Ja, niet beleid, niet gaan gooien zo. Maar soms werkt eventjes laten vallen met beleid. Ook wel om er iets van te maken. Nou, ik heb nu dus twee keer dit viooltje gedaan. En die doet het ook heel leuk om hem zo over elkaar te doen. Dan heb je ook een heel leuk bloemetje. En als je nou zoiets hebt, oh ja, hij mag nog wat meer cachet krijgen. Kijk, dan kan je deze er ook nog weer onder doen. Het is heel simpel, maar het is wel makkelijker. Kijk, en hij heeft dus ook al een heel mooi reliefje. Hem zo over elkaar zetten en dan doe ik gelijk
dimension hierop. Maar dan vind ik het wel leuk om hier nog een blaadje weer wat tevoorschijn te laten komen. Ja, dus we zijn nu gewoon variëteiten aan het maken. Kijk, en je kan hem er ook, misschien vind je het leuk om juist aan de voorkant. Nee, ik vond hem mooier daarachter. Zo wordt het een steeds grotere bloem. Dat is dus de achterkant van dat papier, hè? Mooi goudstreepje. En je ziet dat mijn plaat weer gaat slijten, dat hij al wel heel veel afdruk heeft. Dus dan moet ik nodig die weer even vangen. En dan gaat de bovenplaat gaat naar onder en de onderplaat ja, die moet de prullenbak in. Daar ben ik niet zo goed in. Ik kijk even aan de bovenkant waar ik hem doe. Dan ga ik hem zo direct eerst opplakken, want dan ga ik daarna die blaadjes er allemaal... Kijk, en deze kan er ook nog op. En je zou hem dus ook nog groter kunnen maken. Spelen met je spullen. Dus als je hem nu ziet en denk je, hoe heb ze dat gedaan? Dan moet je hem even terugspoelen, het bandje. Twee keer die grote. Ik heb nu gewoon papier gebruikt. Ik heb niks met inkt gedaan. Ik vind het wel leuk om dat... Ja, ik noem het maar het hartje. Om die er eventjes in te zetten. Plaatjes allemaal ook eventjes een beetje opkrullen. En die heb ik ook allemaal in één laagje gedaan. Je zou zelfs nog zo'n blaadje, nog als bloemblaadje kunnen doen, maar doen we nu niet. Ik plak op de onderkant allemaal van die kleine dimensions, dus dan kan ik ze straks allemaal zo erop schikken. Het is een beetje bloemschikken, hè? Dus het blaadje van die andere. Maak groepjes. Dus ik heb daar de bloemblaadjes wat meer terug laten komen. Hier zo ga ik hem gewoon een beetje ertussen doen. En dit is dus wel een snellere variant. En ik denk dat je, ja, of het nou echt weer een viooltje nog is. Maar ik denk dat die wel heel gaaf is. Nou, toch ook nog eventjes gedaan. Dus met mooi designpapier. En dit was dan het designpapier van de Artistically Huppeldepup. Nou, ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Mooi weer, niet zoveel mensen die live kijken. Maar Ellen, gezellig dat je... bleef kijken. En ik hoop dat veel mensen het later nog gaan zien. En ik had al gezegd voor iedereen die tot het einde kijkt. Maar ja, ik ga het niet alleen tot het einde doen. Want heb dat verkeerd gezegd. Ik had natuurlijk moeten zeggen van wie het überhaupt nu kijkt. Of op andere momenten. Ellen, jij hebt echt helemaal tot het einde gekeken. Dus een volgende keer denk ik zeker aan jou. Komt er nog wat erbij. En voor alle anderen geldt van wie er nu iets... ik ga dat na mijn vakantie bekijken. Wie er dan iets leuks bij gezet heb. Daar ga ik onder alle opmerkingen en reacties nog een leuke prijsje verloten. Omdat ik in die andere groep ook wat ga doen. Dan ga ik nog wat anders doen. Maar omdat het de verjaardag van mijn ouders is, vind ik dat leuk om daar wat extra's aan te besteden. Dus kijk je het live, kijk je het op YouTube, kijk je het op Facebook, schrijf er iets bij.
Heb je vragen of opmerkingen of wil je materialen bestellen? Heb je iets nodig? Ik neem een beetje pauze, maar ik hou mijn site en alles in de gaten. Bestellingen kunnen gewoon doorgaan. Oh, Ineke is er ook. Oh, neem me niet kwalijk. Ik zie geen naam. Ik zag alleen een tweetje. En meestal denk ik dan, oh, dat ben ik zelf. Oh, sorry. Lang leven materialen dat je dit niet goed kijkt. Ineke, ik denk ook aan jou. Ellen en Ineke, ik denk alvast aan jullie. Ik ga dat opschrijven, maar dat komt dus allemaal na mijn vakantie. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik ga ze nog even inscannen en een pdfje ervan maken. En misschien, als ik tijd heb, maak ik nog wel even een combinatie van deze en hetzelfde cardstock papier. Dat lijkt me ook heel leuk. Ga er gewoon mee spelen. Ga ermee aan de slag. En dit is dan nog even een snelle bloem variant die je ook kan maken. Hey, dankjewel voor het kijken. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Misschien tot zo in de craftinggroep. En ik ga eventjes herstellen, even opruimen en dan ga ik daarin door. Hey, dankjewel. Geniet van het mooie weer als dat er is. Blijf creatief, blijf gezond. En ga je zien. Doeg, doeg.